Ah, we don't still wear that. Nogmaals bedankt voor deze prachtige muzikale omlijsting van de avond. Heel waardevol, dankjewel. Zo. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik voel echt de energies, die zijn echt overal. Ikzelf ben heel erg benieuwd naar de overige afleveringen. Dus we kunnen ook aan het eind even aan German of Dimitri vragen waar we die kunnen zien. We gaan dus nu eerst in gesprek met Dimitri en German. En tussendoor dan kunnen we ook vragen uit het publiek. Die kunnen dan ook gesteld worden. Zijn ze al online? Kijk. Yes. Mag ik nogmaals een applaus? Bedankt dat jullie vandaag aanwezig zijn. Ik zal even kijken welke kant ik op zou kijken. Wat is handig. Die kant, hè? Ja. Ik kijk al daar. Gefeliciteerd met deze prachtige, waardevolle documentaire. Ik vind het echt super mooi wat jullie hebben gedaan hiermee. En ik denk dat het ook echt super waardevol is voor de geschiedenis van Curaçao en het erfgoed. German, ik denk dat ik gewoon met jou ga beginnen.
Welk verhaal kende jij over Trinte die Mei voordat je aan de documentaire begon? Nou, ik denk dat het... Dat, ik had natuurlijk de usual narrative, kende ik. Dat was gewoon dat... de mensen die de stakers Punda in brand hebben gestoken. Dus denk ik wat veel van ons hebben gehoord. En ik begon op een bepaald moment meer onderzoek te doen om een script te schrijven. En ik had een paar van de boeken gelezen. En toch heb ik daar niet iets heel nieuws gevonden. Het was pas toen ik mensen ging spreken met dit project, dat ik echt een heel nieuwe, veel nieuwe verhalen en veel nieuwe perspectieven heb gekregen. Waardoor ik begreep ook op dat moment pas hoe belangrijk het was wat we aan het doen waren. En waar begon je eigenlijk met je zoektocht? Hoe is het allemaal gaan? Het is eigenlijk begonnen met naam. Ze zijn eigenlijk al een tijdje bezig met onderzoek en met mensen vooral benaderen. Ik denk dat dat ook het belangrijkste gedeelte is van dit project. Het feit dat we die mensen al... Ze hadden die mensen al benaderd. Ze hadden mensen al gesproken voor eerdere projecten. En toen ik benaderd was, was dat ook wat mij het meest aansprak. Het idee van, laten we die mensen een kans geven om hun verhaal te vertellen. En al die verhalen verzamelen. En dan daarmee iets maken. En dat was voor mij eigenlijk ook een van de grootste challenges. Om dat dan vorm te geven op een manier dat het ook als film en beleving was. Maar om al die informatie op de juiste manier te presenteren. Hoe lang heeft het eigenlijk geduurd? Alles bij elkaar? Het begon... Ergens in januari, misschien eind december vorig jaar zelfs. Toen zijn we bezig gegaan met de mensen die de abonnaren waren. Kijken hoeveel van die mensen zin hadden om dit dan ook voor de camera te gaan vertellen. Want dat was ook een van de dingen. Veel van die mensen hadden dit verhaal gewoon al jaren willen vertellen. En hebben de kans niet gehad, maar veel mensen wilden er ook niet over praten. En ik denk dat de courage, het feit dat ze dachten van oké, nou, het is wel tijd. En ik heb toch heel veel van die dingen die ik wil vertellen, heb ik niet gehoord. Dus het is toch belangrijk dat zij het zouden vertellen. Dat was denk ik het ook wat de documentaire zo speciaal maakt. Dat heel veel verhalen tot nu toe nog niet gehoord waren. Ja, want je zegt inderdaad dat veel mensen het ook niet wilden vertellen. En dat is natuurlijk wat er veel gebeurt rondom 30 mei. Ook een beetje dat zwijgcultuur. Hebben jullie mensen ook moeten overhalen? En hoe hebben jullie dat dan gedaan? Ik denk dat we tijdens die voorgesprekken aan de telefoon hebben veel gehad over ons doel. Ik denk dat dat het belangrijkste was voor veel mensen. Iedereen is toch een beetje achterdochtig, om het zo te zeggen. Dat idee dat, ik wil geen problemen veroorzaken. Het is een soort van traumatisch familie, geheim, die je liever gewoon met rust laten om geen problemen te om geen ruzie te maken, dat idee. En tijdens dat gesprek was het belangrijk om een doel te vertellen. Van, we willen ook, het is ook geen investigative documentary. We willen ook niet echt een bepaalde verhaal naar voren brengen of een bepaalde perspectief per se brengen. Maar we willen juist de mensen de kans geven om hun verhaal te vertellen. En we hebben geprobeerd ook om zoveel mogelijk die verhalen zo te brengen zoals zij verteld zijn. Ook met de gevoelens van de mensen en de problemen die ze zelf hebben meegemaakt. Het is wel iets wat we in elke episode hebben verstopt. Elke episode behandelt een ander thema. Maar er zit ook een soort van chronologie. Waardoor we ook de kans hebben gekregen om veel historisch context te kunnen geven over het leven in de jaren 60. Het feit, iets wat ik ook heel belangrijk vond voor een nieuwe generatie, weet je wel. Dat ze zichzelf een beetje kunnen plaatsen in Curaçao in de jaren 60. Dat ook heel belangrijk was om te begrijpen hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Ja, mooi. Mooi. Dimitri, ik ga even naar jou. In de film stel je dat het belangrijk is om het verhaal te veranderen. Is dat het doel van deze film? Van deze documentaire? Ja, ik denk het wel. Het narratief, zoals ze dat noemen, dat moet veranderd worden. We zijn elk jaar hetzelfde aan het herhalen.
Je ziet het met heel veel evenementen hier op het eiland. Dan wordt elk jaar weer staan ze vurig te spreken over 30 mei wat er zo mis is met de bevolking en de maatschappij. En daarna wachten we weer gewoon een jaar later om weer de vurigheid te horen. En we moeten het veranderen. En zeker als je naar de historie kijkt en dat je bepaalde hele eentonige, stereotyperende elementen terug ziet komen. Nou, dat willen we heel graag veranderen. En daarvoor is ook een van de redenen om deze documentaire zo op te zetten. En hoe, want het is natuurlijk veel orale geschiedenis. Hoe verschilt de omgang met orale geschiedenis en geschreven geschiedenis? Geschreven geschiedenis is door één iemand geschreven en die zegt dit is het. En als je ook ziet naar de hele docu hoe het is opgezet. Behalve dat je ons logo aan het begin krijgt. Wij zeggen helemaal niks. Er is geen eens een narrator op dat moment. We beginnen vanaf het begin tot het eind zijn andere mensen die praten en wij zeggen niks. Wij durven geen eens te zeggen dat het een historische gebeurtenis is. Dus we laten het heel open. En dat is ook echt het gedeelte. Als anders doen wij ook aangeschreven geschiedenis door het op te leggen. Ja, want worden deze interviews dan ook in zijn geheel opgeslagen in jullie archief? Ja, dat is wel de bedoeling. Wij willen... Het idee is natuurlijk niet nieuw. Pater Brenneker en Alice Juliane hebben dat destijds gedaan in Zinkiza, wat tegenwoordig zelf een memory of the world is geworden. Wij willen alles bewaren tot zover wij kunnen. Wij maken weliswaar een docu die voor een publiek wordt gesteld. Maar wij willen alles gewoon ergens online op de duur vastleggen. Dat het gewoon kan blijven leven. Want daarvoor doe je het eigenlijk. En je doet het niet alleen voor de docu. En daarmee is het afgerond. Ja, dankjewel. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar reacties uit de zaal. Dus we gaan even naar de zaal. Ik ben ook super benieuwd. Zijn er mensen aanwezig die tijdens 30 mei aanwezig waren op Curaçao? Ja? Ik zie mevrouw. Ja? Wilt u daar wat meer over vertellen? Zei ik was 12, ik weet niet zoveel. Sorry? Ik was 12 jaar en ik zat in de 6e klas en het werd opgehaald. En Curaçao stond in brand en je moest naar huis. Verder weet ik niet veel meer. Nee. Hmm. Was er... Ja, Ruben? Ik was 13. Ik zat in de brugklas van het Dorfus College toen de tijd. En wat ik me kan herinneren is dat er natuurlijk consternatie was op school. Vooral Nederlandse ouders die kwamen hun kinderen ophalen. En wij vroegen ons af, wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Toen ging ik naar buiten dus, om ook met de bus naar huis te kunnen. En toen zag ik dus dat bij een pompstation dicht bij de school, daar hebben ze benzine langs het trottoir laten stromen. Heel gevaarlijk dus. Maar ik vond het interessant. Ik bedoel, een jongen van 13 jaar en je hoort een heleboel dingen die je alleen maar in film ziet. Oké, uiteindelijk ben ik thuis gekomen en mijn moeder was er al. Helemaal ondersteboven natuurlijk. Maar ik had niet de indruk dat mijn moeder daar tegen was. Mijn moeder werkte in een toko. Verdiende 100 gulden per maand in die tijd. En zij vond het heel leuk dat haar vakbond Boneco ook opriep om mee te staken. En dat deed ze natuurlijk gelijk. Enige probleem was dat mijn broer, die werkte ook in Punda, maar die was onvindbaar. Oh. Nou ja, mijn broer was een beetje toen de tijd een beetje een qua jongen. En nou, uiteindelijk is hij ook thuis gekomen en pijn en vree alleen maar tv kijken, radio luisteren. En s'avonds natuurlijk de salvo's, want dat hoorden we ook. We woonden in Cherasil, dus s'avonds hoorde je ook papapa, dus dat er geschoten werd. En ook dat vonden we leuk natuurlijk. Dus, maar ja, dat. Oké. Mooi, goed. Nou ja, mooi. Interessant om zo te horen van iemand die het inderdaad heeft meegemaakt.
Glenn? Ik was iets ouder dan Ruben. Hoe oud was u? Ik was 14. Oké. Maar ik woonde in onze buurt, waren de vakbondsleiders. Okay. Onakwi woonde twee straten achter ons. En op een of andere manier had ik er al veel van meegekregen. Want als je de wijk inkwam, daar woonde Venlo. En Venlo, Onakwi, dat was een as. En we waren ons heel bewust op dat moment dat de vakbond bezig was om de positie te verbeteren van de mensen. En op het moment dat die optocht begon, wisten we dat het aan het aanswellen was. Ik was op school, moest natuurlijk ook naar huis, maar het broeide. En dat weet ik nog heel goed. En in mijn herinnering ben ik toen na school niet naar huis gegaan. Maar misschien heb ik dat even verkeerd, maar dan ben ik naar een tante toe gegaan. En daar, dat was op een berg, en dan konden we de stad zien branden. En in die periode was het ook zo dat Vito, dat blad, op een of andere manier, ik weet niet precies hoe het kan, maar ik noem mezelf nu geen activist, maar vroeger was ik wel activistisch, want ik liep achter Stanley Brown aan. Een soort van, in mijn beleving was het zelfs in mijn straat, dat we in de wijken bewust werden gemaakt van het onrecht dat er op dat moment was. En heel veel van wat ik zie, herinner ik mij dus als kind, dus die verhalen die we net horen. We hoorden natuurlijk van de mensen die tv stalen en et cetera. Maar het besef, en misschien komt het door de wijk waarin we woonden, de mensen die er waren, de vakbonden. Maar we wisten tegelijkertijd dat het mensen waren die eindelijk iets in huis konden krijgen waar ze nooit anders toe zouden kunnen komen. Dus het was een soort van sfeer van begrip wat er aan de hand was. En wat ik nu zie met het documentaire vind ik prachtig. Want ik had zelf niet begrepen dat het narratief alleen was in brand steken. Maar het narratief was, er is sociale ongelijkheid. Je werkt en voor hetzelfde werk wordt die witte persoon veel meer betaald. Dat is in mijn hoofd een van de grootste en belangrijkste redenen van Trinta Di Mei. Ja, zeker. Ja, mogen we... Ja, Ira, toch? Ja. Je had het net over, wat is je ervaring met die tijd? Van? Kijk, ik was 10 jaar en ik kan me nog herinneren dat ik zat op een school niet zo ver van, iedereen op Crusoe kent die school een beetje, Marnik School. En ik zat op een openbare school daarachter. Dus we hoorden verhalen van dat de stakers op weg waren over de Schotgatweg. En ik was 10 jaar en ik vond het wel een beetje spannend in die zin van, nou, wat gebeurde er? Je hoorde allerlei verhalen van dat Europese Nederlanders op een gegeven moment niet de Shell-tram meer mochten naartoe, want ze werden tegengehouden. En op een gegeven moment, de scholen hielden op, dus op een gegeven moment moesten naar huis. Dus ik ging naar mijn tante, die in de buurt van, ergens Curaçao woont, niet zo ver daar vandaan. En mijn vader die werkte bij de Shell, dus ik maakte me wel zorgen van, ja, wat gaat met mijn papa eigenlijk gebeuren, want hij werkt daar als employé. En de dagen daarna, want op een gegeven moment wat ik ook hoor, is dat, kijk, wat ik dus weet is dat witte mensen, witte Europeanen, die werden niet meer toegelaten op het terrein. Ik weet niet of het allemaal waar is. Maar mijn vader ging dus vervolgens wel. Dus, en ik had het idee van, hé, maar is dat niet gevaarlijk? Wat gaat er dan gebeuren? Want je gaat er werken. Dus, en dat ben ik altijd een beetje interessant gevonden. Van, maar hoe werkte dat systeem van de Shell? Hoe kan het nou zo zijn dat mijn vader, gekleurde man, wel op een gegeven moment ging werken? En witte mensen dus niet. En wat je dus in die tijd ook merkte is, ik las heel veel kranten, maar thuis hadden we La Prensa, Amigo en dergelijke, dat je beeldvorming ook begon te veranderen. Het was eigenlijk een soort van een nieuwe Curaçao die begon te ontstaan. La Prensa vertelde heel veel dingen waarvan ik mezelf afvroeg van, klopt dat wel? Want ik ben iemand van kleur en ik vond die verhalen van zwarte mensen die op een gegeven moment voor zichzelf opkomen, dat ze meer kansen krijgen, vond ik heel interessant. Dus dat is mijn beeld als tiener. Van die tijd van 30 mei. Ja, mooi. Er is nog één vraag van Ire, of opmerking.
Ik ben Aira, de tweelingzus van Ira. Maar oh ja, ik twijfelde al. Daarom zei ik toch... Okay. Ik vertegenwoordig Ira ook wel. Ik wil wat vragen over de film. Ik ben 40, dus ik was er niet. Mijn 13 mei verhaal is heel kort. Mijn moeder en de familie waren op Aruba en die luisteren die dag naar de radio. Dus dat is een ander context, zeg maar, van de Arubanen die het meemaakten. Ook heel interessant. Maar ik was vooral geïnteresseerd in aflevering 1, omdat het ging over de journalistiek. En je vertelde in het begin, German, over je... dat je echt de ruimte wilde geven aan de mensen die het mee hebben gemaakt en de verhalen die zij hebben verteld. Maar ging bij mij echt een aantal lampjes branden toen ik echt al die beelden van die krantenartikelen zag. Ik ben zelf gestudeerd in journalistiek. En toen zag ik vooral de invloed van de media. En de invloed van de media toen en de legacy ook van de invloed van de media tot de dag van vandaag. En dat vond ik eigenlijk, van alles wat ik vandaag gezien heb, had het meeste indruk op mij gemaakt. Dus mijn vraag naar jullie was eigenlijk, ook al wilden jullie de vloer geven aan de verhalenvertellers, wat was jullie eigen conclusie? En dan voornamelijk over die media. Wat is jullie conclusie die jullie getrokken hebben over de rol van de media? Of durf je die conclusie met ons te delen? Ja, kijk, ik denk dat een van de redenen waarom deze documentaire zo belangrijk was, of omdat ik het zo nodig vond, was juist omdat de media zo weinig ermee had gedaan in de afgelopen 50 jaar. Niet alleen in die tijd, maar ook daarna. En ik neem het ze ergens ook niet kwalijk, omdat het zo'n geladen onderwerp is natuurlijk. Maar in aflevering 5, als ik me niet vergis, daar gaat alleen maar over de invloed van de media. De hele aflevering 5 gaat over wie waren de eigenaren van de media. Wat was de invloed van die media? Hoeveel kranten waren er, radiostations? En wat kreeg het publiek toen te horen? Ook daarvoor. Want als je bijvoorbeeld de stakers spreekt, mensen die ermee bezig waren in die tijd, zij zeggen, dit is niet plotseling een week van tevoren gebeurd. Dit was al jaren gaande. Maar mensen die daar niks mee te maken hadden, konden dat niet weten, omdat de media daar niet over sprak. En dat zijn allemaal dingen die wij naar voren brengen in die aflevering. Ook in aflevering 2, die gaat over het sociale context. Hoe was het om op Curaçao te leven in die tijd? En daar krijg je ook heel veel meer erachter te komen over de invloed van de media en hoe mensen in die tijd naar de media kijken. En daarom was Vito ook zo belangrijk, wat we ook terugzien in die episode. Wat ik dan nog aan toe kan voegen, is de media heeft natuurlijk de stempel gelegd hoe wij er 50 jaar later nog steeds over denken. En dat is dus omdat er maar een heel geringe aantal media naar buiten toe kwam. Dat is dus overgenomen in het geheel. En heel sterk is daarbij de schuld van deze hele opstand teruggelegd naar degene die daarmee is begonnen. En dat wouden wij ook breken in heel veel dingen. Heel veel mythes die zijn opgekomen in die tijd. Om daarmee te breken door de mensen eindelijk te laten praten en te laten zien wat is dan het verschil van wat wij altijd te horen kregen en wat er nu speelt. Dus dat was ook heel voor ons een van de drijfveren om dat duidelijk te maken. En ik nog heel, sorry, even sneller, want... Dimitri, in wiens belang denk je dat er zoveel onduidelijkheid is over Tirinta di Mei? Ja, dat is een hele goeie. Er zit een bepaalde vorm van angst natuurlijk achter. Van elke keer als het verkeerd gaat, tot de dag van vandaag, als er één iets is, dan was dat kan er bij Fort, die meneer Andriessa. Dus we gaan naar de Fort, dezelfde mars af. Dat is er altijd ingebleven. In het papiment zeggen we ook dat Corfin Colon, dat weet je maar van hoor zien als de Gima Colon. Terugkomend van nu gaan we wel wat anders doen. Dus er zit een bepaalde vorm van angst achter. Er zijn natuurlijk leiders gemaakt. En dat komt ook in die aflevering voor. Volgens mij de tweede die jullie hebben gezien. Was het wel allemaal zo zwart-wit zoals we wat hebben gedaan? Dus er zijn heel wat mythes eromheen gemaakt om zogenaamd te laten zien, dit is het.
En wij zeggen, nee, je moet het veel breder aanpakken en veel holistischer kijken hoe dat allemaal is. En het is niet zomaar een arbeiders- of een volksopstand, want dat is het ook niet geweest. Want de vraag van waar was jij tijdens 30 mei, die stellen wij dus ook elke keer. En dan blijkt dus dat er heel veel mensen er dus niet waren op dat moment. Die waren thuis, die waren op school, die waren ergens anders, die hoorden het over de radio. Dat betekent niet dat het niet leefde, maar dat zegt niet per se dat het dus een grote volksopstand was, dat er 100.000 man op de weg zijn. Ja. Ja. Ja, Ruben? In het verlengde van wat de tweelingzus van Indra zei. In het begin zei je dat het narratief moet veranderen. Moet veranderen. En ik vraag me af of dat zo is. Natuurlijk, als de uitkomst van de wijze van werken die jullie hebben gekozen, als dat de uitkomst is, prachtig, prima. Maar om dat als doel voorop te stellen van het narratief moet veranderen, dat vind ik een beetje, want ik vind het narratief prima. De arbeiders kwamen in opstand en dwongen Shell om dingen te doen en dwongen de overheid om dingen te doen en dwongen Nederland om dingen te doen. Wat is er mis mee? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat het meer dan dat was. Dus ik denk dat het makkelijk is om te zeggen van, kijk, een van de belangrijkste dingen die we herinneren is de brand. Boendas was een brand. Dat is wat je ook van de meeste mensen die we hebben geïnterviewd hoort. Van ja, Boendas was een brand. En dat is natuurlijk niet goed. Dat wil niemand, dat de hele stad in brand was. Maar we staan niet stil over alle factoren wat daarbij hebben meegespeeld. En het feit dat je zoiets zo makkelijk kan uitleggen van, de mensen waren boos en ze hebben Poenda in brand gestoken. Ten eerste was het niet zo. En ik denk dat een van de belangrijkste redenen waarom je films maakt, is je gaat eerst zelf op onderzoek. Als het goed is, verandert je eigen blik, je eigen perspectief verandert tijdens je onderzoek. En dat raakt je als maker. Je wordt geraakt door wat je ziet, wat je tegenkomt in je eigen onderzoek. En dat wil je dan communiceren naar het publiek. Je wil, wat jou zo heeft geraakt, wil je ook delen op dat moment. En als ik tijdens het onderzoek tegen was gekomen dat de narrative hetzelfde was wat ik al dacht, was ik misschien niet zo geraakt. En het feit juist dat na die 30, 40 gesprekken erachter te komen van, er zijn zoveel andere dingen die een rol hebben gespeeld, die zo'n belangrijke rol hebben gespeeld, die zo doorslaggevend waren voor wat er gebeurd is, waar we nooit over horen. We horen nooit over bijvoorbeeld die Commission Mancontento. Dat was iets wat ik voor het eerst tijdens een gesprek met Dimitri hoorde. Daar had ik dus dat idee van dat de stakers georganiseerd waren en dat het niet de eerste meeting was. Dat ze niet even elkaar hebben gebeld van, kom, we gaan daar even Poenda in brand steken. Zo ging het niet. En al dat had ik nog nooit eerder gehoord van die organisatie van die stakers. Maar ook van alle discriminatie wat het volk voelde. Het feit dat zoveel mensen waren naar huis waren gestuurd door de Shell in die tijd. Dat er echt enorm werkloosheid. En dat die mensen geen andere plek hadden om werk te zoeken. Al die dingen, dat speelt zo'n grote rol voor die mensen op dat moment. Dat je denkt van ja, dat moeten mensen gewoon weten. En welke van die elementen het belangrijkst was of welke de schuld heeft, dat durf ik niet te zeggen. Want ik denk niet dat er één iets is wat de hele schuld heeft. Het is juist een combinatie van al die factoren, denk ik. Ja. Ik wil toch even wat de meneer net zei. Wat was er mis met het narratief? Ik denk dat het narratief ook verkeerd was, want eigenlijk het hele branden van Poenda, wat natuurlijk uiteindelijk is aangebleven bij de mensen, dat is, de schuld is teruggegeven aan die arbeider. Dus u zegt wel, het is goed dat de arbeider erop stond, maar die heeft ook weer de schuld van alles gekregen, teruggekregen eigenlijk. Ik denk dat daar weer de media enzovoort een grote rol heeft gespeeld. Ten tweede, waarom moest het narratief veranderen?
Omdat als wij met jongeren praten, de volgende generatie die het nooit heeft meegemaakt, die zegt, Tapunda Kima. Dat is het enige wat ze weten en Papokadetta wat de leader of Stanley Brown. En dan zeg je van, jongens, er is toch veel meer dan dat. Hoe kunnen jullie dat na 50 jaar? Ik begrijp het. Het wordt niet onderwezen, het wordt niet gedaan. Maar daarom willen we ook dat veranderen. En jongens, in het brede kader, laat het gedragen worden ook door de nieuwe generatie. En hopelijk met zo'n docu, dat daar die interesse weer wordt getoond. Van jongens, dit is het en hier komen we vandaan. Ja. Ik zie nog 4 vragen, denk ik. Daar, 2 daar, 1 daar en hiervoor. Ja. Ik ben niet van Curaçao, dus ik was daar ook helemaal niet. Ik heb het wel van mijn ouders gehoord die heel lang op Curaçao hebben gewoond. Het was een ding, 30 mei. Maar het narratief waar Ruben naar verwijst, is eigenlijk het narratief waar jullie naar op zoek zijn. Wat volgens mij best wel bekend was onder Curaçaoenaars en ook bij mijn ouders die op Curaçao woonden. Dat er al heel lang onrust op het eiland was en smulde en ongelijkheid was en dat getriggerd is. En dus het narratief van dat de arbeiders Curaçao in brand hebben gestoken, dat eenzijdige narratief, is niet iets waar ik mee opgegroeid ben. Ja, daar ben ik blij om te horen dat niet iedereen daarmee opgegroeid is. Maar van de 40 mensen die we hebben gesproken, ja, zelfs als u zich nog kan herinneren van de eerste aflevering, zegt zelf een van de stakers van, wij hebben Ponda niet in de brand gestoken. Dat zegt hij zelf, omdat hij al 50 jaar lang voelt van, zo worden we naar gekeken, weet je wel. Ja. Dat was volgens veel mensen onze oplossing voor het probleem. Laten we Ponda in brand steken. Ja. Ze kunnen je nu niet horen in Curaçao. Ze zegt dat ze verbaasd is dat het narratief is op Curaçao. Ja. Ja, en er zijn inderdaad verschillende. Ja. Dimes Amita Hopi Jong, Lokemisa de Historia di mi bisavela na sedia in Antrinta e su casa, kutava da traha na shere temporada e anto Dimes Santa Indina di un barrio kuta. Met ik een mes, zo te zeggen, naar boekjes van mij. En ik hoorde dat ik me reële aan het roepen dat mijn bies en mijn tio die paarden met dat ik heb betreft naar de isla. En ik hoorde dat ik aan het roepen een verschillende problemen aan het binnen met het syndicaat, met het te protesten. Dus ik vroeg dat dan dus. Ik weet dat het binnen de andere aflevering van Se você está me ir a paralelar no tempo na eco agora aqui, então se você está aí com a experiência de 30 de maio a mandele back maneira na visão do começamento e personal, com ela cambia espírito ativista de um pueblo a ser ele mais alto, a ser ele mais bom, que você também está pensando nisso aí. Amita Kereko, onde é influência com... Sorry, ik ga even door. Kan dit in het papiamento? Oh ja, sorry. Ja. Nee, hè? Ik zal even de vraag vertalen. Of er inderdaad verschillende parallellen zijn? Ja, ik kan het ook zo... Oh, oké, ja. Doe jij maar. Als ik het goed heb onthouden, verschillende parallellen zijn. En of er dus nu na de documentaire bepaalde gevoelens en... Niet na de documentaire, maar dat... de event zelfs de activistische mindset heeft veranderd van de bevolking die we vandaag nog steeds kunnen voelen. En ook als jullie zelfs tijdens het onderzoek van deze documentaire ook parallellen zien tussen wat er toen gebeurde en wat nu gaande is. Ja. Ik vind de vraag over de parallel vind ik heel goed. Dus misschien niet voor Dimitri, maar ik ben niet zo ver gegaan om... Ja, je ziet natuurlijk wel dingen, maar dat durf ik nu niet heel uitgesproken over te praten. Maar wat ik wel denk is, een van de dingen die ik denk wat een product is van de invloed van de media, is dat je, ik denk zelf dat als je dat als
activist wel het gevoel heb gehad van... ja, zie je, dat is niet goed wat jullie doen. Want straks gaat Punda weer, staat Punda weer in de fik. Dus ik denk dat het wel, bewust of onbewust, dat weet ik niet. Maar dat het wel een manier was, of dat het wel die werking heeft gehad op veel mensen. Van, ja, zie je, je moet niet zo. Want zelfs nu worden activisten op het eiland niet echt gezien als mensen die iets goeds doen, maar als mensen die lawaai schoppers en mensen die broa zijn, weet je wel. En in die tijd was het natuurlijk veel erg. Daar hebben we ook besteden we ook tijd in aflevering 2. Weet je, al die mensen die toen bezig waren met activisme, Vito, ja, verschillende mensen die daarmee bezig waren. En ik heb het gevoel dat dat wel die werking heeft gehad. Dat het heel duidelijk een boodschap was van: dit is wat gebeurt als je zo gedraagt. Als je zeg maar in Gommersplein gaat om rel te schoppen, eindigt Punda uiteindelijk in de fik, dus laten we dat beter niet gaan doen, weet je wel. En dat ook 50 jaar lang zo is gebleven, denk ik. Ik heb sowieso de verschil gezien tussen, of toen ik de foto zag tijdens de documentaire, had ik ook het gevoel van, wauw, ik heb dit ook een paar maanden gezien op mijn tv met zelf mijn familie daar zitten. Met mijn oom die daar zit te schreeuwen en te rellen, omdat het is een moeilijke situatie. En mensen zijn boos. Mensen zijn echt emotioneel erover. Maar dan zie je de foto's van toen en nu. En je zegt van, wauw, is er toch wel veel veranderd? Of zijn de problemen gewoon in een ander pakketje te zien? Ja, over de parallellen. Ik kan zeggen dat... ja, je kan nog steeds redelijk veel parallellen trekken, vind ik. Op Curaçao en ook in Nederland een tijdje, denk ik. En de nachtclub was ingeluid. Mensen hadden hun baan verloren, weliswaar door COVID. Economische situatie slecht. Sommigen zijn aangenomen onder nieuwe maatregelen enzovoort. Er kunnen altijd wel parallellen genomen worden. Maar de tijdsgeest is natuurlijk heel, heel anders in die zin. Maar we moeten leren van de geschiedenis in het geheel. Wat wel weer leuk komt, is bijvoorbeeld cao-regelingen, wat eigenlijk het probleem was tussen Westcar en de Shell, is tot op de dag van vandaag nog steeds niet geregeld bij de wet. En zo zijn er nog heel wat andere dingen die toch wel de oorzaak zijn geweest van Trinta di Mei, die nog steeds niet zijn geregeld, of nog steeds op een bepaalde manier nog steeds worden gehanteerd. En dat vinden we wel leuk, we zijn er niet mee. Dat zijn weer persoonlijke dingen waar je verder onderzoek mee gaat doen. Dat kunnen wij helaas niet in de documentaire terug laten zien, want de mensen zijn aan het woord. Maar dat zijn wel weer vraagstukken waarbij wij misschien naast de documentaire weer aan de kaak kunnen stellen of bepaalde dingen mee kunnen doen. Dus we spelen met wat we hebben en met de info, want nog lang niet alles is nog verteld. En zeker na 30 mei is er een hele bewustwording opgekomen, maar ook dat heeft weer een bepaalde leven geleid tot waar het nu is. En je ziet ook wat er inderdaad gebeurt in het publiek vandaag. Dat wat je inderdaad zegt, dat wat je niet in de documentaire nu kon laten zien. En dat je dan hierna, dat het documentaire eigenlijk voeding is weer voor meer. Nog meer dingen die inderdaad vanuit verschillende perspectieven verteld kunnen worden. En verhalen die niet in de documentaire aan bod zijn gekomen. We hebben nog... Ja. Wij hebben ook heel erg namelijk het politiek, economisch, juridisch systeem ook proberen aan de kaart te stellen. Hoe daarbij dingen liepen. En niet alleen vanuit de emotie van de mensen hoe bepaalde dingen zijn. Mag het ook de ene laatste zijn? Want Magda zit ook heel lang te wachten, hè? Ja, oké. Okay. Nog 3 vragen. Oké. Okay. Ja, ik heb een vraag over hoe deze documentaire serie verspreid zal worden op de eilanden. Want ik vind het heel mooi dat jullie dit zo hebben gemaakt om meer bewustwording, maar ook meer informatie te geven over wat er gebeurd is op 30 mei. Maar is er een plan om dit te verspreiden onder de jongeren of onder de jongere generaties? Wat is het campagne wat eraan verbonden is? Ja, ik vond dat dat was een van de eerste dingen waar we heel snel eens zijn geworden. Het idee dat het gewoon op YouTube moest komen. Omdat het gewoon bij de belevingswereld moest komen van de jongeren. Maar ook het idee dat we daarmee
ook heel veel van het materiaal op een andere manier kunnen presenteren. Kijk, elke aflevering begon als afleveringen van 2 uur lang per aflevering. En dat hebben we teruggewerkt naar 20 minuten. Alles wat niet in een aflevering paste, is natuurlijk heel erg belangrijke informatie. Ik bedoel, in de ene aflevering over de media zou je niet de tijd hebben om alles te kunnen vertellen over de Vito bijvoorbeeld, wat je graag wil vertellen. En dat komt dan op als een aparte extra video op YouTube. Dus in die zin is YouTube ook perfect als platform, omdat we dan ook niet alleen de afleveringen kunnen sharen, maar ook al die andere korte video's die wat meer diepgang brengen in heel veel van de belangrijke thema's en punten die we graag willen communiceren. Zeg maar. Het is zo'n 50 jaar later en velen die destijds aanwezig hebben meegedaan, zijn overleden of die zijn er niet meer. Wat gaan jullie doen of hoe hebben jullie het aangepakt om toch deze mensen op te sporen die er nog leven om hun verhaal te vertellen? Wij hebben destijds, voordat de docu uitkwam, hebben wij een expositie, een reizende expositie in de Barrios gehouden. En dat heette 50 jaar, 30 mei, 50 jaar, 30 mei. Te Akibasigi, tot hier en hoe gaan we ermee verder? Daaruit hadden wij een theaterforum en nog allemaal discussiegroepen, et cetera. En daar zijn de meeste gesprekken opgekomen. En soms praat je met mensen en die zeggen, ja, mijn opa of mijn oma of mijn oom of mensen die het zelf hebben meegemaakt. En daaruit is het vooronderzoek begonnen om de juiste mensen te kiezen daarbij, op dat moment. Dat heeft met name Richard Lansano en Lida Pan hebben dat proberen samen te zetten in dat geheel. En zo is het eigenlijk komen te rollen dat wij wisten wie we zouden interviewen daarvoor. Maar op den duur, ja, je hebt x aantal mensen en je hebt de x aantal productiedagen en daar moet je het mee doen. En dan moet je weer verder gaan. Dus het is echt met vol gesprek en wat interessant is geweest om daarna echt een selecte groep uit te kiezen om verder te kunnen gaan. Ja. Ik hoor fans van Lida Pant in de zaal. Ze is, als het goed is, ook nu aan het kijken. Dus Lida! Oké, sorry. Even tussendoor. Magda. Ja, goedenavond. Ik ben Magda Lacroes, voorzitter van Dutch Caribbean Book Club. Afgelopen mei, en dat doen we dus elk jaar, hebben we aandacht besteed aan 30 mei. Omdat in Nederland zijnde vind ik dus dat we dit verhaal ook moeten blijven vertellen. En samen met het Nationaal Archief en Wikimedia Nederland hebben we een online lezing georganiseerd. Waar wij 4 mensen hebben uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen. En 2 van hen die vertelden dus dat ze ook bepaalde trauma's hebben overgehouden van die periode. Want een van die personen die woonde in de omgeving van Rio Canario. En het schijnt dat er daar veel militairen dus de hele dag waren. En een andere die was, die zat op de school op Otrabane en de school die ging sluiten. Dus iedereen, alle kinderen moesten verhuizen. Dus, en dat is voor haar ook een trauma gebleven. Dus mijn vraag aan u is, in hoeverre is dat ook naar voren gekomen in uw onderzoek? Ja, is het gesprek? Ja, zeg maar. Nee, ja, dat was toen wij de Barrios ingingen en de eerste praatgroepen begonnen, was het ook echt vanuit de healingproces. Omdat heel veel mensen er niet durfden over te praten. Vergeet niet, er is toch vanuit 30 mei is er een bepaalde hoop opgekomen voor bepaalde mensen. Heel veel mensen waren heel teleurgesteld op den duur van hoe het ging. Dat komt ook later een beetje in de docu weer naar voren. Wat de politiek op den duur deed, hoe dat er samen is gesteld, wat erachter is gekomen. En de anderen hadden gewoon, ja, omdat het nooit op Curaçao is voorgekomen. Ja, opeens heb je militair, opeens heb je brand, opeens heb je rook. En dan ga je denken van, jongens, hoe kunnen wij onszelf dat aandoen? Dus dat was toen bij de expositie naar in de Barrios, was dat ook een van de mainpunten om dat bespreekbaar te maken. Want vergeet niet, in alle trauma's moet het bespreekbaar worden.
En ik denk met het docu, en daar zal German verder over gaan, wordt het een beetje opengesteld door de mensen. Weliswaar op film, maar er is wel, het wordt bespreekbaar gemaakt. German, wilde jij daar ook nog op reageren? Ja, kijk, ik denk sowieso, er zijn persoonlijke trauma's die misschien bekend zijn van mensen die gewoon toen ze Poenda zagen gewoon helemaal in een soort van ongeloof, in een shock bleven van hoe kon dit? Daar heb ik van verschillende mensen gehoord. En dat is denk ik iets wat misschien bekend is voor heel veel mensen. Maar er zijn ook mensen die echt betrokken waren, familieleden van de mensen die zijn overleden. Voor hun is het heel erg pijnlijk geweest om al deze tijd dat te moeten verwerken zonder een soort van narrative. Dus nooit een verhaal geweest van, hey, dit is er gebeurd met jullie familieleden. Dit is wat er gebeurd is. Dit is nog steeds een soort van mysterie. Daar hebben we ook een hele aflevering aan besteed om daarover te praten. Maar ook bijvoorbeeld een van de dochters van Papa Godet. Die zegt van, ik ben nooit meer op een school aangenomen omdat ik de dochter was van Papa Godet. Weet je, dat draagt ze ook haar hele leven. Dus dat soort trauma's, dat denk ik dat die trauma's nog bekend moeten maken om meer empathie te krijgen. Kijk, ik zie het ook, ik vergelijk het heel erg met een familiedrama, familiegeheim. Zonder te weten word je daardoor beïnvloed. De hele familie wordt daardoor beïnvloed. Bewust of onbewust draag je de consequenties van dat geheim mee. Maar omdat iedereen bewust is van hoe zwaar dat geheim is, wordt er ook nooit over gesproken. Want je wil niet degene zijn die dat naar voren brengt, die de ruzie begint. En ik denk dat door die verhalen te horen, krijg je dus, gaan denk ik je defensies een beetje omlaag. Dan ga je denken, oh, ik weet dus niet alles. Dus misschien kan mijn perceptie over wat er gebeurd is ook veranderen, naarmate ik de verhalen van andere mensen hoor en begrijp hoe belangrijk en hoe traumatisch en hoe zwaar het was voor sommige mensen waar ik helemaal niet eens bewust van was. Ja, en ik denk dat jullie documentaire daar ook heel mooi aan bijdraagt, inderdaad. Zodat mensen ook kunnen horen van, oh, oké, kijk welke verhalen er allemaal verteld worden. En ik ben dus inderdaad niet de enige. Dus dat is echt prachtig. We moeten helaas afsluiten. Oké. Okay. Oh, leuk! Hey, Ralf. Oh, ja. Nee, wacht even. Welkom, Ralf. Dank je. Ja, ik heb zo goed mogelijk meegeholpen met het proces, laten we zeggen. Heerlijk bescheiden. Ja. Ja, echt bescheiden. Ja. Ja, verschillende dingen. Ja. Geluid, we zien het camera, wel. Ja. Muziek, geluid, ja. Verschillende dingen. Ja. We zien het wel in de aftiteling. German, Ralf heeft de hele productieproces ook meegeholpen. Niet alleen, weet je, zo gaat het hier altijd. Als we grote projecten moeten doen, dan is het altijd met een kleine crew. Dus dan moet je verschillende dingen tegelijk doen. Dus dat was, Ralf was een van de leden van onze kleine crew. Hij heeft camera gedaan, maar ook geluid gedaan voor de interviews. Ja, mijn hond wil ook mee praten. En, ik moet zeggen, ik wou nog iets zeggen. Ik moet zeggen, na zo vaak de gezichten en de verhalen te horen, ben ik heel blij om het op een groot scherm te zien als afgerond product. Ja, heel wel. Masha Babing. Wat aan, Meral? Wat aan, ja, en ook voor de muziek, want ik heb echt genoten van de muziek. Die is gemaakt door Vernon ook, Jean-Jacques Roger en Ralf. Ze hebben samen aan de muziek gewerkt en dat is echt een van de elementen van de film waar ik het meest van heb genoten. Daar ben ik echt heel erg dankbaar voor, want ik vind het echt bijzonder. Mooi. Wanneer komen de andere afleveringen? Ja, dat was precies mijn volgende vraag, dank u wel. Wanneer komen de andere afleveringen online? Nou, vanaf 1 november wordt de eerste online gezet. En dan krijg je elke week komt er een nieuwe filmpje op. Die extra filmpjes waar we het over hebben gehad. En dan ook die afleveringen.
Oké, okay. Dus vanaf 1 november? Yes. 11. Ja. Oké, okay. Dankjewel German, dankjewel Dimitri. Mag ik nogmaals een applaus? Dankjewel.